Verslaggever Rob Brouwer die gaat weer het bos in. Vandaag is hij naar Roggebotzand. En boswachter Tim Kaptein stond er vanmorgen op te wachten. Wat doe je daar, Rob? Nou, ik kom hier gezellig vandaag bomen bekijken. Hoewel, bomen, ja, er zijn hier een heleboel bomen in het Roggebotzand. Maar er zijn ook een heleboel bomen weggehaald. Tim Kaptein, goeiedag. Ja, goeiedag. Het Roggebotzand, laten we eerst even beginnen met het bos zelf. Hoe groot is dit? Ruim 1000 hectare bos. Oh, dus je kunt wel flink wandelen hier? Ja hoor, ja, hier kun je lekker wandelen. Vandaag zijn we nog geen wandelaar tegengekomen, hè? Nee, klopt. Nee, het is rustig. Hoe lang bestaat dit bos nu eigenlijk al? Ja, ruim 65 jaar nu, inmiddels. En het is hier ook gewoon aangelegd, net als alle andere dingen hier in Flevoland? Ja, uiteraard. Ja, het was hier zee, hè. Dus ja, ja, nee, we hebben dit allemaal zelf aangelegd in de tijd. Bos, heel veel bomen. Wat voor bomen vinden we hier? Wat voor soorten allemaal? Gewoon de eikenbomen, beukenbomen, berken. Ook vrij veel naaldbomen, zoals we dat noemen. Dus dat zijn de fijnsparren en de dennenbomen. Ja, dat is voor Flevoland nog wel leuk, wel redelijk uniek. Die groeien eigenlijk op zandgrond en op veengrond. Nou, Flevoland bestaat grotendeels uit klei. Maar hier hebben we vrij veel zand, dus zijn er ook veel vuren en grenen, dus de sparren en dennenbomen aangeplant. Dus de wijze heren dachten ooit van, dat kunnen we hier wel planten, die bomen die van zand houden. Ja, ja, dat was het idee, zeker. Maar nu staan we hier op een, ja, wat voor plekje staan we hier in het Roggebotzand? Ja, we staan hier eigenlijk tegen de Vossenmeerdijk aan, een beetje aan de buitenkant van het Roggebotzand. Bij een voormalig fijnsparrenvak. Voormalig omdat, jullie zien het misschien, het is er niet meer, het is allemaal omgewaaid. Omgewaaid? Ja, omgewaaid. Hoe komt dat? Ouderdom, wind? Ja, wind hè. Wind. Nee, de stabiliteit van die bomen was niet zo heel goed. Er zat ook een klein kevertje in wat zorgt dat die boom weer wat zwakker wordt. En dan met een harde wind zijn ze allemaal eigenlijk omgegaan. En waarom die na 10 jaar en pas na 65 jaar eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn wij ook nog niet helemaal uit. Het blijkt toch wel dat die boom het hier wel doet. En hij groeit wel, maar heel vitaal oud worden, dat wil nog niet echt lukken. En dan zie je dat het dan wat natter wordt. Hier kan de bodem ook erg nat zijn, waardoor die toch instabiel wordt en om kan waaien. En doet dat jouw hart als boswachter pijn als je hier dan langs loopt en je ziet al die afgeknakte bomen? Ja en nee. Ja. Wat gaat er door je heen? Nou ja, het is eigenlijk ook een heel natuurlijk proces, dus het hoort er ook wel een beetje bij. Alleen het is wel zonde, hè, als je daar een beetje body hebt staan. Een mooie boom van ruim 60 jaar oud, die dan als luciferhoutjes eigenlijk zo afknapt. En dan komt natuurlijk het besluit, wat gaan we ermee doen? Ja, inderdaad. Ja, vergaderingen. Ja, nee, viel mee hoor. Nee, ja, wat bos is, willen we graag bos houden. Dus dit is omgewaaid en we hebben het hout eigenlijk eruit gehaald en weer nieuwe bomen voor teruggeplant. Ja. Het bomen, er was hier net nog bedrijvigheid, maar het is nu rustig, hè? We hadden eigenlijk normaal kettingzagen gehoord. Ja, nee, die zagen die zijn alweer eventjes weg. Nu, wat je nu tegen kan komen is eigenlijk een kraan en een paar mannen erbij. En die zijn die nieuwe bomen, het nieuwe bos weer aan het planten. Ah, er wordt nu geplant. Ja, zeker. Ja, want hier achter ons zien we een heleboel hout liggen. Ik dacht meteen, nou, aardig voor de houtkachel, maar... Ja, maar, nou, dit zijn fijnsparren. Die doen het niet zo heel lekker in de kachel. Nee, wat gebeurt er dan? Ja, er zit heel veel hars in, dus dat begint te knetteren en te knallen. En... Vuurwerk, ja, zeker. Dat moet je niet hebben. Waar gaat dit dan wel naartoe, die oude fijnsparren? Ja, dit gaat eigenlijk allemaal naar de houtverwerkende industrie. Dit is het zogenaamde vurenhout. Dus dat zie je ook veel in schuttingen en in tuinschermen en zo. Tuinhout voorbij komen. Oké, dus het wordt dan een schutting. Maar hier links van ons, dus nieuwe bomen aangeplant. Weer sparren? Nee, dit keer niet. Nee, dit keer de populier. Ja, populier is ook echt wel een Flevolandse soort. Die zijn vrij snel groot. Dus hier hebben we weer populieren ingeplant. Ja, ik weet niet of het te zien is, maar het is ook wel een beetje een ravage hierachter. Er ligt nog overal hout en takken en overal stobbers. Dus er is ook niet zo heel veel mogelijk. En die populieren kunnen we gewoon met een kraan, met een grote pen eraan, druk er een gat in de grond, zet die populieren stok erin. En die gaat het doen, dat wordt een nieuwe boom. En die groeit wat sneller dan die spar en dan ziet het er wat beter, sneller uit, mooi uit. Ja, ja. Die kan ons ook helpen met de leeftijdsopbouw van het bos. Dus dat we snel weer een beetje bos hebben staan ook. Ik kan me voorstellen, als mensen zien dat jullie bezig zijn met zagen en weet ik wat, dat ze dan een beetje boos worden. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, zeker. Er komen nog wel eens vragen.
Ja, wat wij aan het doen zijn, is eigenlijk zorgen dat het bos bos blijft. Waar het omwaait, helpen we de natuur een handje door er wat nieuwe soorten in te planten. En zo weer wat sneller bos te krijgen. Zijn er nog meer sparren of de rest van de bomen, dat is allemaal, dat blijft nog wel even 65 jaar staan? Ja, wat mij betreft wel, ja zeker. Nee, maar er zijn nog meer sparren, dus we zijn daar nog niet klaar mee. Dat zal ongetwijfeld ieder jaar wel weer een stukje, soms doen we dat ook omvormen en soms zal er weer wat omwaaien. Dus dat zal een doorlopend proces zijn. Ja, dus de bedrijvigheid in het roggebotszand gaat door, maar dan zonder sparren, maar met populieren. Mooi afgerond verhaal, dankjewel. Boswachter Tim Kaptein en natuurlijk onze vliegende verslaggever Rob Brouwer, die overal en nergens opduikt, ergens in Flevoland.